Laatste stukje uitleg. Laatste stukje. Faseverschil. Bladzijde 109. Maar dan gaan we eerst even opgave 60 doen. En die hoort daarvoor. Kijk mee naar opgave 60. De baan van P wordt gegeven door de parametervoorstelling. XP, IP, nou iets met een cosinus en met een sinus. Een 3 ervoor en een half. Niks nieuws. Met T in seconden. Met 2 seconden achterstand op P doorloopt punt Q dezelfde cirkel. Oh, die komt er gewoon 2 seconden achteraan dus. Opgave A. Welke transformatie moet je op de grafiek van XP toepassen om de grafiek van XQ te krijgen? Oh. Welke transformatie moet je op de grafiek van P toepassen om die van Q te krijgen? Wie? Oh, wie? Oh, wie? Wie? Ja, vertel het eens. Er is 2 seconden achterstand, dus de x-as. Ja. Dat zegt over de x-as. Ja. Achterstand is naar links. Ja. Terug. Plus 2. Dus plus 2. Ja. En dan bij cosinus een half t plus 2. Oké, plus 2. Dus de transformatie is een translatie van 2 opzij. En jij zegt 2 naar links. En 0 omhoog, want je hebt het alleen maar naar links en naar rechts. Oké, ben ik het bijna wel mee eens. Let op wat er gaat gebeuren, want dat is namelijk ook gelijk de grafiek van bladzijde 109. Of we nou naar links of naar rechts moeten. Ik wil eerst even dat jullie het een en ander aanpassen in je boek. Want bij de tweede grafiek, dat is een grafiek met op de verticale as, daar staat een x. En dat moet een y zijn. Wat? Bij de tweede grafiek... Bij de eerste moet het een x zijn. Want dan is het xp en xq. En bij de tweede grafiek is het ip en iq. Oh. Ja? Maar mij is al goed. En als het al goed is, dan is het al goed. Mag even. Ja? Ik ga heel even die eerste grafiek natekenen en dan komt het naar links of naar rechts. Dan stond er ook nog eens 1 zesde 4 bij. Dat is 1 derde. Nou, 1 zesde 4. We laten even in het midden. Het is niet per se gelijk op zo'n roosterlijntje. Kijk mee. Want we hadden het over naar links of naar rechts. XP was de eerste grafiek of eerste functie die ze noemde. Dat is deze. Op tijdstip 0. Hier zit 0. Is P hier. Op tijdstip, laten we zeggen 1 zesde pi, ik schreef, is Q pas daar. Nou lijkt het net of Q er eerder is, maar is dat zo? Is Q eerder in zijn top? Nee. Nee, want het is op een later tijdstip. Maar ook op een eerder tijdstip, dus dat voelt niet. Hé, zit nou niet alles in de war? Wat is de Kevin? Die labels van de assen volgen. Die wat? Moet toch met een T en zo. T en een X. T. Dankjewel hoor. Ja. Daar met het boek nog zo. Moet ik? Anis, om even terug te komen op je antwoord van net. Moet ik de grafiek van Q nou naar links verschuiven 2 seconden? Of moet ik deze naar rechts verschuiven 2 seconden? Om weer bij XP te krijgen? Ja. Naar links. Naar links. Ja, gaat iedereen dat door? Oké. Nou ga ik met de theorie B beginnen. De punten P en Q doorlopen met hoeksnelheid 2 radialen per seconde de cirkel met middelpunt 0,0 en straal 4. In de figuur hieronder zijn de twee grafieken getekend
van xp en xq. In de grafiek daarnaast zijn de twee grafieken getekend van yp en iq. Nou, de translaties eronder. Xp is 4 cosinus 2t. Ja, dat halen ze uit het verhaaltje helemaal bovenin. Hè? Straal is 4, 2 radiale seconden. Ja? Die andere, die xq, was 1 zesde pi naar rechts geschoven. Dus er komt min 1 zesde pi tussen de haakjes erbij. Let op, die 2 moet buiten de haakjes staan. Want dan alleen lees je er direct de translatie af. Ook bij de p of bij de i-waardes, ook een translatie van 1 zesde pi. Dus daar komt ook min 1 zesde pi, omdat die naar rechts is geschoven. Dus de parametervoorstelling van de baan van Q is voor de x-coördinaat 4 cosinus 2, t min 1 zesde pi. En ook bij i is dat hetzelfde met t in seconde. Hebben we dit door? Het is gewoon iemand die erachteraan loopt, bij wijze van. Spuit 11 noemen we die ook wel. Heb ik bij de rode letters weer een verbetering? Want er staat de parametervoorstelling. Xp is a, maar bij de ip moet niet a staan, maar b. Hebben jullie dat allemaal? Nee. Bij de parametervoorstelling in de rode letters, bij de ip, daar staat a plus r sinus. Maar het moet b plus r sinus zijn. Ja? Oké. Gaan we verder onder de rode letters. De punten P en Q doorlopen met positieve hoeksnelheid de eenheidscirkel. De omlooptijd van P en Q is 5 seconden. Dus omega wordt 2 pi gedeeld door 5, oftewel 2 vijfde pi. Op tijdstip 0 is P in 1,0 en Q in het punt 0,-1. Hey, 0,-1, dat is helemaal beneden, hè? Het punt Q loopt dus een kwartcirkel achter op P. Loopt hij een kwartcirkel achter? Ja, hè? Hij is helemaal beneden en hij moet naar opzij. In plaats hiervan zeggen we, Q heeft een faseachterstand van 1 vierde op P. Waar komt die 1 vierde nou weer vandaan? 1 vierde van de cirkel. 1 vierde van de cirkel. Nou, normaal gesproken is het 5 seconden dat hij een heel rondje doorloopt. Dus als we ditzelfde in tijd willen zeggen, hij loopt niet 5 seconden achter, maar 1 vierde deel van die 5 seconden. Oftewel, 1 vierde keer 5 is 1 vierde seconde loopt hij achter. He, dat is als je het in tijd uitdrukt. Dus de parametervoorstelling van Q wordt dan, voor de x-coördinaat, cosinus 2 vijfde pi, t min 1 vierde. En datzelfde geldt voor de y-coördinaat, maar dan met sinus. Ik vind het een beetje raar. Waarom loopt Q loopt 1 vierde achter? Hoe zou ik dat ook anders kunnen zeggen? Q loopt... Een kwart fase achter. Nee. Hoe loopt? Nou, ze zeggen nu Q loopt een kwart rondje achter. Maar wie zegt dat P voorop loopt? Misschien loopt Q wel voorop. Dus dan loopt hij 3/4 rondje voor. Kan dat ook? Ja. Ja, dat ligt er maar net aan hoe ze zeggen wie begint, om het even zo te zeggen. Daar hebben we het over op bladzijde 110. Je kunt ook zeggen dat Q 3/4 cirkel op P voorloopt. Ofwel, Q heeft een fase voorsprong van 3/4 op P. Ja, lekker duidelijk is dat zeg. Hè? Ja, dit geeft dan voor Q aan... Ja, die cosinus en die 2 vijfde pi blijft hetzelfde. Maar nu niet 1 vierde keer 5, maar 3 vierde keer 5. Ja, en zo ook bij de i-waarde. Ja, dan wordt het ineens plus 3, 3 vierde. Is het allebei goed? Is het allebei goed? Ja, lijkt mij wel, hè? Er zit gewoon weer een periode van 5 seconden tussen. Zo kan je het ook zien. In plaats van fase achterstand of fase voorsprong, wordt er ook gesproken over het faseverschil. He, dat is wel duidelijker, hè? Tussen de punten P en Q. Hierbij is het niet duidelijk welk van de punten een voorsprong heeft. Het faseverschil is een getal van het interval 0 naar een half. Waarom hadden we een half?
omdat je, als je verder gaat dan een half, dan kan die weer naar beneden gaan. Dus we hebben maar een half rondje. Ja. Ja? Half rondje, vandaar. Nou, het voorbeeld. Het punt P beweegt eenparig over de cirkel met middelpunt 3,4 m. En straal 2 met een hoeksnelheid van 1,5 radiaal per seconde. En op tijdstip 0 bevindt P zich in 1,4. Hé, als ik naar dat plaatje kijk, dan begint normaal gesproken P in 5,4. He, altijd rechts van het middelpunt. Maar hij begint nu niet bij 5,4, maar bij 1,4. Dus hij is een half rondje, hè? Ja, terug of verder. Ja, mee eens? Oké. De omlooptijd is 2 pi gedeeld door 1,5, oftewel 4 derde seconde. Dus hij doet in één rondje, doet hij 4 derde pi seconde over. Na een half rondje, dus een half keer 4 derde pi, is 2 derde pi seconde, bevindt P zich in dat punt 5,4. Ja, dan weten we al wat we op moeten schrijven, hè? Dus de x-coördinaat van P wordt 3 plus, waar komt die 3 vandaan? Middelpunt. Waar komt die 2 vandaan? Straal. Cosinus, die 1,5 is die radiale per seconde, t min 2 derde pi. De y-coördinaat is die 4 plus 2 sinus, 1,5 t min 2 derde pi. Het is maar wel bij allebei hetzelfde hoor, jongens. En meisjes, laat die vooral niet vergeten. Opgave B. Bereken exact naar hoeveel seconden P zich voor het eerst in het punt 3,6 bevindt. Ja, 3,6. Waar is dat in de cirkel? Bovenaan. Bovenaan? Is iedereen het daarmee eens? Bovenaan? Dus dat is... Is dat nou... Ja, als ik in het punt... Wat was het? 1,4 begin. Hoeveel rondje is het dan verder? Driekwart rondje verder. Want we beginnen links. Ja, we beginnen links. En dan gaat hij naar beneden. Tot daar. Dus driekwart rondje verder. Dus na 3/4 van de omlooptijd. 1 keer de omlooptijd was 4 derde pi. Dus 3/4 deel daarvan houden we nog 1 pi over. Dus na 1 pi seconde staat hij bovenaan. Ja? Lijkt dit op dat van natuurkunde of niet? Ik begrijp alleen het laatste stukje niet precies. Welk laatste stukje van B? Ja, van dus na 3/4 keer 4 derde pi. Oké. Hij begint, moet ik het even goed in spiegelbeeld doen, hè? Normaal begint hij hier. Hij begint hier, als ik hier mijn middelpunt heb. Hij begint hier. Maar hij moet naar het punt 3,6 en dat zit hier. Mm-hmm. Dus we lopen het rondje af tegen de wijzers van de klok heen. Even zo, hè, dat stukje in de knoei. Hé, daar moet ik zijn. Ja. Dat is drie kwart rondje. Ja. Nou, als je over één rondje zoveel seconden doet, dan doe ik over drie kwart rondje ook drie kwart van de tijd. Ja. Nou, één keer het rondje rond, hadden ze gezegd, was 4 derde pi. Oh, oké. Helemaal opgave A bovenaan. Ja, ik zie. Dus 3/4 deel daarvan. Ja? Ja. Nou, was het een beetje hetzelfde als bij natuurkunde of niet? Nee, hè? Dat dacht ik al. Daar was ik al bang voor. Meestal helpen we elkaar. Boas, die is al in slaap gevallen.